Hardlopen doe je met je armen. En natuurlijk ook wel met je benen. En laat nou net Sifan Hassan hier heel erg goed in zijn. In deze video leg ik uit over haar hardlooptechniek, maar ook zeker wat haar zo'n uitzonderlijke hardloopster maakt. Een hele speciale atleet. Heeft ze nog die machtige benen? De lange pas. Hassan loopt ontspannen. Wat zo uitzonderlijk is van Sifan Hassan is dat zij op eigenlijk drie verschillende disciplines heel erg goed is, zo niet de beste. Namelijk de 5 kilometer, de 10 kilometer, de marathon, maar ook de 1500 meter. Eigenlijk kan dat helemaal niet, maar Sifan doet het wel. Dat maakt haar echt een soort van supervrouw. En wat je ziet is dat Sifan heel erg makkelijk, maar ook efficiënt en zuinig kan lopen. En het zit hem in een paar dingen. Hassan heeft wat ruimte voor de pas. Bij Sifan zie je dat zij loopt aan de hand van backside mechanics, oftewel, zij heeft een hele grote achterpendel. En dus vanaf de afzet gaat het been eerst naar achter, dan daar naartoe en dan naar voren. Sifan heeft dat behoorlijk extreem. En dat is ook goed, want je range of motion, hè, dus je beweeguitslag wordt ook alleen maar groter. Wat je veel ziet bij veel sprinters, en wat ik zelf ook altijd had, is een frontside mechanic. Dat betekent vanaf de afzet snelt het been naar voren. Dus vanaf de afzet gaat het been direct daar naartoe en niet eerst naar achter. En wat het mooie is van Sifan is juist door een grote beweeguitslag te hebben, dus een grote range of motion, is dat zij met veel minder energie het maximale kan leveren in kracht. Want dat is wat je uiteindelijk wil als je efficiënt gaat lopen. Met zo min mogelijk energie, hè, maar wel zoveel mogelijk winst voorwaarts. En dat doet zij heel mooi met een natuurlijke beweging door een hele grote beweeguitslag te hebben. De passen worden een tikje langer. En nu is er die soepele tred bij Hassan. Bij het hardlopen is je core, hè, dus dat is hier heel erg belangrijk. En wat je ziet is dat veel hardlopers willen gaan zitten. Dat noemen we zitten. Zeker als ze moe worden, gaan we deze kant op. De kunst is juist om je buikspieren aan te spannen. Je billen natuurlijk ook een beetje. En groot te blijven. En dat is wat je ziet bij Sifan Hassan. Is dat zij een sterke core heeft. Dat is juist hier. Hier bewegen. Hoe groter en hoe sterker je hier maakt, hoe makkelijker het lopen gaat. Daar wil je naartoe en dat doe je door je romp zo stil mogelijk te houden en zo snel mogelijk die kant op te gaan. En niet met je lichaam allerlei kanten op, want het is allemaal energielek. Bij Hassan ziet het er goed uit. Atleten die dat ook heel goed kunnen is onder andere Femke Bol. Hè. Die zie je prachtig lopen, het bovenlichaam stil en je ziet haar benen lekker gaan. Maar ook een Michael Johnson. Kennen jullie dit nog, Michael Johnson? Bovenlichaam helemaal stil. Iedere stap zou je willen terugzien. 19:32, wat een tijd! En wat je ziet is dat Sifan Hassan haar bovenlichaam mooi en groot houdt en zo efficiënt mogelijk loopt. Ja, en dan gaan we door naar de armen, want die zijn natuurlijk ook heel erg belangrijk. En zeker wat we zien bij Sifan Hassan is dat ze in het begin, wanneer het startschot gaat, wil ze zo zuinig mogelijk lopen. En het ziet er misschien een beetje grappig uit, hè? Je ziet er in het begin ja, een beetje dit doet. Maar wat ze doet is namelijk dat ze niet aan het werk is gelijk in het begin. Dus niet dit. Dus ze houdt hem heel kort, maar daardoor wel nog altijd die voorwaartse snelheid. Want in de atletieksport gaan we altijd van A naar B en dat doen we altijd naar voren. Dus daarom wil ik die armbeweging altijd deze kant op hebben. En aan het einde zie je Sifan de armen echt bewegen door te sprinten, door die benen mee te krijgen. En dat is zeker bij het hardlopen belangrijk wanneer je moe wordt. Sprinten doe je met je armen, de benen komen daarna vanzelf. Dus, wat Sifan Hassan zo'n uitzonderlijke hardloopster maakt, is dat ze 1. Een hele mooie pas heeft. 2. Dat ze een hele sterke core heeft. En 3. Dat ze haar armen goed gebruikt. En juist die basiselementen bezit zij om uiteindelijk heel goed en hard te kunnen lopen. Wil jij nou zien of Sifan haar goede techniek haar helpt naar WK gaat? Nou, sprint dan naar de televisie. Denk erom, wel met je armen langs het lichaam. En kijk dan naar de WK Atletiek bij de NOS.